op 1, 2, 3 van Little Kleine. Ik dacht Clouseau, want die stem lijkt er ook op. Ja, het is wel, ik vind dit mooi. Nieuwe Clouseau, ja. Persoonlijk. Wij gaan op naar vinyl. En dan krijgen we de beroemde Amerikaanse trompetist die niemand kent natuurlijk, uit 1966, Ray Anthony. En het is gewoon gezellige lente met Mexican Market Day. Hey. Ben ik in beeld? Ik sta er niet op te letten. Ja, die is niet verkeerd, man. Het zijn van die fluitjes, maar ik heb het zo verkeerd. Nu ken ik wel. Het is wel een afwachting dat hij niet tik maakt. Dus ik heb nou een beetje als je op de koptelefoon maar zit, dan heb je heel mooi direct geluid. Oh ja. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Dit is nou even het klokmaat. Even het klokmaat. Ja. Hoe lang is het tegen? Ja, maar 2 minuten is anderhalf minuut. Dat is goed, ja. De afkondiging en aankondiging of zo weer gaan. Ja. Het is een beetje de Efteling tune aan het worden. Ja. Jij komt zo weer aan. Herkent tunes. Oh ja. Heel veel mensen kennen liedjes, maar niemand weet de titels. Dat is wel grappig.